aanwezigheid. Vooral richt ik me even tot degenen die op afstand meekijken via onze Facebook- en Instagram-kanalen. Natuurlijk een beetje een bijzondere opening zo in deze tijden waar mensen fysiek uitnodigen moeilijk is. Vandaar dat wij het online uitzenden. Even voor de mensen die meekijken, wat we gaan doen. We zullen zo nieuwe pand, of het vernieuwde, verbouwde pand inaugureren. En vervolgens gaat de livestream op de pagina van Papillon Country Resort gaat door. Dus degene op Vakantie Corcoran en degene op Instagram die stoppen hierna. Wie geïnteresseerd is, kan overschakelen naar de Facebookpagina van Papillon Country Resort. En dan zullen wij een digitale rondleiding geven van het nieuwe hoofdgebouw en een rondleiding over de camping waarin te zien is wat wij gedaan hebben. Just very quickly in English, because I think we have some international viewers on the social media channels. So welcome on the inauguration of the new central building of Papillon Country Resort and kickoff of season 2021. I will keep the English part a bit shorter and I will continue in Dutch. But for who is interested, after we will have the cut of the lintje in English, my apologies, we will switch to the live stream of the Facebook page of Papillon Country Resort and we will guide you around in the new building and over the campsite. In het Nederlands. Wij zijn als familie van de Loo in oktober trots eigenaar geworden van dit prachtige bedrijf. Een prachtig bedrijf wat al jarenlang vijfsterrencamping is. Wat al jarenlang een stempel heeft op duurzaamheid en kwaliteit. Dus nog hartelijk dank aan Alex en Kerstin en de familie Wassing voor wat jullie opgebouwd hebben in de jaren. Voor ons een heel erg mooi startpunt om door te gaan. We hebben deze winter niet stilgezeten. We hebben onwijs veel aangepakt, onwijs veel veranderd. Het nieuwe hoofdgebouw wat we vandaag inaugureren, dat is natuurlijk het kerstje op de taart. En zometeen zullen wij even binnen laten zien hoe het geworden is. We zijn er zelf heel blij mee. Maar buiten dat hebben we ook op de camping zelf, of op de glamping resort zelf, veel veranderingen toegepast. We hebben huuraccommodaties toegevoegd, mooie safari tenten, de Cottage Prestige. Dat is eigenlijk een uniek object wat van alle makken voorzien is. En er komen een aantal op- en top glamping prototypes, want dat is uiteindelijk wat we graag doen. Innoveren in nieuwe vakantieervaringen, in nieuwe glamping accommodaties, in nieuwe vormen van accommodaties. Dus ook op Papillon Country Resort. Er zullen komende zomer een aantal hele mooie glamping accommodaties komen. De Airlodge 2.0, de Hot Tub Lodge. Dus hou onze social media kanalen en onze websites goed in de gaten. Dan zullen jullie de updates zien. En uiteraard kom zelf langs om het in het echt te zien. Wat ik al zei, we zijn onwijs trots dat we dit park hebben mogen overnemen. Het is voor ons locatie nummer 8 als Vakantie Corcoran Groep. Een zelfstandig bedrijf die ernaar streeft om gewoon hele mooie vakanties te kunnen verzorgen. Het eerste bedrijf in Nederland en het bevalt bijzonder goed. Dus wij hebben enorm veel zin in zomer 2021 en alle jaren daarna. Ik wil Benno Brand van de gemeente Dinkeland bedanken voor de aanwezigheid en het willen inaugureren van het gebouw. En Irma ambassadrice van de vakantie voor Corcoran. Dank jullie wel. Ja, Alessandro, dank. In de eerste plaats namens de gemeente Dinkeland natuurlijk van harte gefeliciteerd met de eerste plaats de opening, de overname van dit prachtige park. Ik gaf net al even aan dat de voormalige eigenaren, Alexander en Kirsten, enorm veel geïnvesteerd hebben. In duurzaamheid, in hoe ga je met zo'n camping om, een prachtige 5-sterren accommodatie. En dan heb je een nieuw omgekeerd. Wij als Dinkeland zijn heel erg blij, ik zeg, in de continuïteit daarvan.
cijfers, maar ik wil toch even aangeven dat de economische spin-off voor Dinkeland alleen al 35 miljoen op jaarbasis is voor wat betreft de toeristische sector. Dat betekent dus niet alleen de overnachtingen die er zijn, maar alle toeristen die komen, die ook in supermarkten het een en ander inkopen. 10% van onze inwoners werken in de toeristische sector, dus dat is ook een enorme belangrijke. En daarom zijn we niet voor niets een toeristische agrarische gemeente, die zowel de agrarische sector als het toerisme hoog in het vaandel hebben staan, samen met de natuur. En hoe mooi kun je dat dan met elkaar gaan combineren in ook een stukje duurzaamheid en een fantastische beleving die je kunt hebben hier net iets verderop aan de achterkant of bij het Noordhoornkanaal, waar ooit nog eens een keer het idee is geweest om daar nog weer een stukje bevaarbaar te maken. En wie weet welke kant hebben we nog op gaan. Nogmaals, laten we met jullie heel veel succes. We zitten in een raar jaar, gehad. Maar ik heb wel begrepen, ik zeg dat het vorig jaar goed is gegaan. Ik zeg in ieder geval qua overnachtingen en dergelijke meer en bezoekers op de camping. En volgens mij ziet het dit jaar ook alweer prima uit. En we moeten het natuurlijk altijd maar even afwachten, maar ik heb er alle vertrouwen in. En als ik net al eventjes heel snel een view mocht hebben binnen, dan denk ik van het is ook een prachtige impuls voor de kwaliteit en voor het toerisme hier in de gemeente Dinkeland. Ja? Dankjewel. Ik heb twee scharen, dat is mooi. Eén rechts, één links. Oh ja, die links. Zingen met elkaar, plekjes maken.